We zijn vanavond in de Tienschuur in Herkenrode, waar Roodracht Hasselt haar jaarlijks galabal Hasselt Verlies organiseert. Roodracht is eigenlijk de jongerenafdeling van de Rotary. Dus toegankelijk voor jongeren tussen de 18 en de 30 jaar oud. Wat doet Roodracht eigenlijk? Wij organiseren doorheen het jaar eigenlijk verschillende activiteiten om geld in te zamelen voor goede doelen. Dit jaar hebben wij drie goede doelen gekozen. Dus ten eerste in TESA VZ2. We steunen ook in samenwerking met een Hart voor Limburg met het Centrum voor Kinderpsychiatrie van Hasselt. En ten derde ondersteunen we ook nog het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Wij zijn heel blij met de check, maar we hopen natuurlijk dat onze deelnemers en onze bewoners er meer tevreden mee gaan zijn. Omdat zij omwille van een fysieke beperking toch wel nood hebben aan de nodige rust en ontspanning. En dat kunnen we verwezenlijken met de snoezelruimte. Met het bedrag dat we krijgen via de Roodracht Club kunnen we eigenlijk een programma uitwerken die zich uitsluitend richt naar jonge kinderen en hun ouders en waarbij we de ouders intensief betrekken op, bij de opname van de kinderen, wat eigenlijk ook de hechtingsrelatie tussen ouder en kind veel beter kan maken. Wij zijn absoluut heel blij met de check, want elk beetje kan tellen. Met deze check kunnen wij bijvoorbeeld echt een draaiboek maken om mee naar voorzieningen te gaan. Zowel op niveau van beleid als op niveau van de leefgroepen kunnen we dan pakketjes uitwerken. We kunnen die mensen dan ook gratis ondersteuning bieden. En we kunnen eventueel ook ander materiaal zoals een laptop of zo kopen wat we anders op die manier niet zouden kunnen permitteren. Onze motivatie, ja, ik denk gewoon dat wij mensen aantrekken die uit zichzelf sociaal geëngageerd zijn. Dus eigenlijk via vrienden altijd dat je daarin rolt, je leert elkaar beter kennen. Wij organiseren samen activiteiten, we gaan samen op weekend en zo. En zo denken wij projecten uit, activiteiten die wij kunnen organiseren dus om geld in te zamelen voor goede doelen.